Welkom bij aflevering 3 van Hanigee. Misschien goed weggekomen daar met die 1-1 in Deventer. Die bal van Sam Hendricks tegen de paal, dat had de beslissing kunnen zien. Hadden we 0 punten, dus niks. Maar gelukkig was het niet zo. Nou hebben we nog in ieder geval 1 punt bij die vogels weggehaald. Ik vind het eigenlijk wel een beetje lullig om nou al die spelers af te kraken. Na 2 wedstrijden kun je geen oordeel vellen over je eigen ploeg. Gun ze even een beetje de tijd. Die vogels uit Deventer waren vroeger te veren gekomen om het gelijk te maken. Ze zien wel een concurrent van ons. Ja. Laat ze niet vliegen, maar hou ze in de kooi. Die scheids was net als de wedstrijd, niet te peilen. Hij floot met een dwarsfluit. De favoriete speler vond ik de Arnold Groeneveld. En die Sven Brakenhekken, die stond wel precies op de goede plek. Hij schijnt ook goed te kunnen koken. Een slimme spits. Daar kunnen we nog wat mee. Hij let goed op. Hij is net zo scherp als een werkagent. Ze zeggen dat die Lemkes uit Eindhoven de gezelligste club in Brabant zien. Nou, we gaan vrijdag ons licht over hun laten schijnen. Met die stadionlampen van Theo Verbandum, waar we die 11 watt van hun kunnen hebben. Nijmegen wordt even de nieuwe lichtstad. Let maar op, scheidsrechter alle Lindhout. Of is het nou Lindworm? Nou, ik voorspel dat we toch wel gaan winnen. En niet meer 1-0. Ik denk dat we er een stukje 4 in knallen. Wisten jullie trouwens dat Joey Slegers in het seizoen 2014-2015 13 keer heeft gescoord voor Eindhoven? Hij weet dus wat hij voor mij moet doen, maar niet voor hun scoren. Want ik heb thuis een donkere kamer en daar heb ik kapotte lampen voor nodig. Wij met die grote stad Nijmegen een hoop verkeer en vooral hier aan de Marielaan. Nou, hou je en tot volgende keer.